Stond u erbij? Ik was daarbij, ja. Ja, ook in die Warmoestraat, ja. Hoe was dat? Ja, er werd flink gevochten, ja. Wie mag er rijden op de Amsterdamse taxi? De vorige keer dat de wet veranderde die dat regelde, toen gingen er grote groepen chauffeurs met elkaar op de vuist. Toch is er ook nu wordt er geroepen om ander beleid. Want er gaat veel goed in de wereld van de taxis in Amsterdam. Maar er zijn ook veel dingen die verbeterd kunnen worden. Mensen voelen zich vaak onveilig in hun taxis. De prijzen zijn hoog. En er is toch ook wel veel sprake van verwevenheid met de criminaliteit. Wat moet er gebeuren om dat te veranderen? Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar we gaan beginnen met terugkijken op die taxioorlog 24 jaar geleden. En dat gaan we doen met deze heren hier aan tafel die daar hoofdrollen in speelden. In mindere of meerdere waarheid. Sommigen waren observator, anderen speelden een hoofdrol. Deze avond is georganiseerd naar aanleiding van het boek De Taxioorlog van Sander Tsas, journalist en podcastmaker. Zeer succesvolle podcast. En nu dus het boek. Sander, was je verrast door het succes van de podcast? Ja, ik was eigenlijk wel door verrast, ja. Want het is natuurlijk best wel lang geleden. En ik had zelf die bandjes teruggevonden. En ik had Jan en Kees teruggevonden. En ik ben eigenlijk een beetje in mijn vrije tijd deze podcast gaan maken. En vooral omdat ik het een buitengewoon interessant onderwerp altijd heb gevonden. Omdat ik er zelf ook bij betrokken was. En ik dacht, ja, ik wil daar sowieso een hartstikke mooi verhaal weer van maken. Je was er toen betrokken bij als journalist, hè? Ja, ik was 24 jaar en als verslaggever van Radio Noord-Holland werd ik op 26 januari 2000 naar de binnenstad van Amsterdam gestuurd met één opdracht. Ja, er is iets met taxis en ga maar even kijken wat er aan de hand was. Nou, dat heb ik geweten, kan ik je zeggen. Het waren enorme rellen. En er waren twee taxichauffeurs opgesloten in het politiebureau van de Warmoestraat. En het idee was van deze taxichauffeurs om deze twee taxichauffeurs te gaan bevrijden. Het is niet gelukt, maar het heeft wel tot enorme commotie geleid. Ik stond tussen die mannen en ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Dus je viel echt met je neus, je neus in de boter. Absoluut. Je hebt ook twee hoofdrolspelers meegenomen. Namelijk Peter Vonkert, oud-directeur van Taxi Direct. En de uitdager in de taxioorlog, om het zo maar te zeggen. En Jan den Hartog, taxichauffeur, aangesloten bij de TCA. En later ook interim directeur daar. En inderdaad, zoals u net al zwaaide, nog steeds actief als taxichauffeur. Want u was ook al taxichauffeur voor die wetswijziging in 2000. Kunt u een beeld schetsen van hoe die taximarkt in Amsterdam er toen uitzag? Wie reden er en hoe zat dat in elkaar? Nou, dat was, zoals die man uit Utrecht al zei, een bijzonder gesloten bastion eigenlijk. Anderen konden daar niet werken, andere taxis. Alleen als je bij de TCA aangesloten was, kon je werken in Amsterdam. En ja, het was eigenlijk een soort communistisch systeem, zeg maar. Totale controle van de overheid, van de gemeente Amsterdam. Het vaststellen van de prijzen, dat deed de gemeente Amsterdam. Hoe je auto's eruit moesten zien. Wanneer je wel en niet mocht werken. Gewoon een dienstrooster. Totale controle van de overheid. Dus was je een soort ambtenaar als je taxichauffeur was dan? Nou, dat zou je haast wel. Ja, je zou medelijden krijgen met die ambtenaar als je als je het zo hoort. Maar het was echt totale controle op alles. Want daar hing die taxicentrale tussen. En die regelde dat met de gemeente. Ja, en in samenspraak met de TCA werd die hele markt beheerst en beschermd. En dat zorgde er ook voor dat die plekken om te werken, dat die geld waard werden. Want de gemeente Amsterdam die bepaalde ook hoeveel taxis mogen er rijden in de stad. En als je dat klein houdt, ja,
dan wordt dat vanzelf geld waard. Dus bijvoorbeeld in New York is het ook geweest. Dus dat is nu ook niet meer. Dus, toen u het actiechauffeur wilde worden, toen moest u zich een plekje krijgen? Ja, je moest inkopen. Nou, ik kon een zo'n taxinummer, zoals ze dat dan noemden, overnemen van iemand die moest ermee stoppen, want die had zoveel geld vergokt dat hij het niet meer redde. En dan ga je in onderhandeling en dan moet je wat geld lenen van de bank en zo. En het was behoorlijk, hoor. Ook tegen een rentepercentage van 16%. Waanzinnig. Maar heel veel geld. En daar moest je dus heel veel jaren heel hard voor werken om dat weer rond te draaien, zeg maar, om eruit te komen. En dat zorgde er ook voor dat uiteindelijk die woede onder die chauffeurs zo groot was. Want dan heb je heel veel jaren moeten werken om je uit die schulden te krijgen van het begin. Hè? En dan zie je ook van, nou, als ik er op een gegeven moment mee stop, als ik moet stoppen, als ik te oud word, dan heb ik mijn AOW en dan kan ik het verkopen. Want geen enkele chauffeur zorgde voor een pensioen. Dat was niet nodig, want je kon die plek kon je verkopen. Ja. Dat was natuurlijk onderdeel van die woede, dat je dat in één zomer werd afgepakt. En ja, zo werd het gezien, hè? Ja. Het was natuurlijk. En ik vond toen ook al, als je die markt wil veranderen, en het was ook in de rest van Nederland heel anders. En eigenlijk ook zoals het moet. Want wij waren helemaal geen zelfstandige ondernemers. Alles was geregeld. Echt alles. En wil je dat normaliseren? Prima. Maar hou dan wel rekening mee met die mensen die in dat systeem zitten. Ja. En dat is totaal niet gebeurd. Helemaal 0,0. En daar kwam die woede vandaan. Oh, kijk, eerst nog een foto van u in die tijd. Ja, dat is lang geleden, hoor. Ja. Peter, u was directeur van Taxi Direct. Dat is een van de concurrenten die dus nieuw op die markt gingen. Had u ooit verwacht dat er zoveel heftigheid uit zou breken? Nou, ik had het niet verwacht, maar we hadden het wel voorzien. Dat wil zeggen, we hielden er wel rekening mee, want de onvrede was zo gigantisch. En de markt is ook heel scheef verdeeld. Er was een monopolie van de TCA. En wel, de TCA was de enige taxionderneming in heel Nederland die een monopolie had. In de rest van Nederland, zoals al eerder genoemd, was er best wel concurrentie. Dus die wet, die was alleen maar bedoeld om de kies op elkaar te krijgen in Amsterdam. Ja, en dat is de Republiek Amsterdam, hè, dus we kennen dat wel een beetje. Als je daar dan gaat roeren, dan gaat er iets gebeuren. Ja. En dat zie je hier zo prachtig, eigenlijk heel kleurrijk geschetst. Maar dat was het natuurlijk eigenlijk niet. Het ging om keiharde pegels. Het ging om eigen belang en het verdedigen van een status quo. Die niet doorzichtig was, die gesloten was. En voor toetreders helemaal niet open was. Dus, de samenleving had wel een beetje door dat daar iets aan moest veranderen door middel van een wetswijziging. Ja. Nou, en dat was het begin eigenlijk van de opschudding en de ellende en de oorlog die het veroorzaakt heeft. Want Sander, wat hield die wetswijziging precies in? Nou ja, in het verleden was het zo dat de gemeente of een aantal gemeentes gezamenlijk die vergunningen afgaven. Hè. Dus in Amsterdam was dat het Old ASAM, zo heette dat. Dat was dan een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeentes hier in de regio. En die gaven dus een beperkt aantal vergunningen af. In de rest van Nederland gebeurde dat ook. En na de wetswijziging was het de landelijke overheid die vergunningen afgaf. En dat ging een stuk makkelijker. En op een gegeven moment, hè, want je mocht dan ook alleen in die regio Amsterdam op de taxi rijden. Maar daarna mocht iedereen overal rijden. En Amsterdam was natuurlijk heel aantrekkelijk om daar te gaan rijden. Want dan heb je veel toeristen, je hebt Schiphol, noem het allemaal maar op. Dus al die taxichauffeurs, ook vanuit de rest van Nederland, kwamen ook naar Amsterdam om daar te kunnen gaan rijden. En ja, dat was voor mensen als Jan was dat natuurlijk bijzonder vervelend dat gebeurde. Ja. Wat was je eerste reactie? Nou, mijn reactie is daarop geweest. Ik heb het altijd zeer logisch gevonden dat die situatie die zo afgesloten was, dat die ging veranderen. En ik heb daarna ook, na die periode, ben ik gaan werken zoals ik vond dat ik dat toen ook had
willen doen. Maar toen mocht dat niet eens. Stond u erbij? Ik was daarbij, ja. Ja, ook in de Warmoestraat, ja. Hoe was dat? Ja, er werd flink gevochten, ja. En ik was op een gegeven moment... Ik was de enige die bleef staan. Er kwam een heel peloton aan. Van die ME-jongens. Maar ik bleef gewoon staan. En op een gegeven moment moest ik wel... Waarom bleef je staan? Ik laat me niet wegjagen. Kom. maar op een gegeven moment zag ik op rij 3... zag ik dat er een paar agenten tussen stonden... die hadden van die pillen geslikt. Dat kon je aan die ogen zien. Ik denk, ja, nou moet ik wegwezen. En toen en later zeiden die collega's van... jij bent echt helemaal gestoord, hè? Ik zeg, en jij mag nooit meer een sterk verhaal vertellen in het koffiehuis, hè? Nee. Maar goed, dat liep helemaal uit de hand. Maar het kwam ook... doordat vanuit de taxicentrale, vanuit de leiding, waar ik het niet mee eens was, gewoon de boel werd aangejaagd onder die chauffeurs. Het was gewoon een slechte zaak. Wat had moeten gebeuren was dat er op een normale manier met de overheid een overeenkomst had kunnen ontstaan over hoe gaan we dit oplossen voor de mensen die in dat systeem gedwongen zijn, decennia, hè? Dat is geen korte periode, niet zomaar iets. Als je dat wil veranderen, ja, dan moet je iets regelen. En dat is totaal niet gebeurd. In plaats daarvan werd er olie op het vuur gegooid. Er werd gewoon... en vanuit de taxicentrale is dat ook fout gegaan. Hè? Want het werd aangejaagd. Er werd op een vergadering gezegd van... je moet je wel gedragen. Maar als je in de problemen komt, dan betalen wij je advocaten wel, hoor. Nou ja, dat noemen ze dan niet aanjagen. Nee, dat was helemaal fout. Dat was fout. Daar was ik het ook niet mee eens. En daar heb ik ook in het bestuur, ik zat in het bestuur, heb ik me daar ook druk over gemaakt. Maar ja, ik was de enige. Je kan lezen in het boek van Grijping, die was directeur, dat hij schrijft van, die Jan die was zo vervelend, die heb ik op een gegeven moment het bestuur uitgeflikkerd. Maar ik ben zelf opgestapt. Omdat ik gewoon... ik laat me echt niet wegjagen, hoor, door niemand. Ja. Maar ik heb op een gegeven moment, ik vond het zo... Het was zo'n crimineel zootje eigenlijk. Dat daar ben ik uitgegaan. Daar ben ik zelf uitgestapt. Ja. Ik zag ook geen verandering. Dat was niet te doen. Nee. Ik kom zo nog even terug op dat bestuur. Want dat was nogal wat. Maar Peter, ik wil nog even... Er werd dus gestookt tegen om op de vuist te gaan met de concurrent. Mm-hmm. Hoe was dat als concurrent? Liet u zich intimideren? Was het ook wel fijn? Nou, de aantallen waren natuurlijk helemaal scheef. Hè. Er waren toen in Amsterdam iets van, wat is het, 2000 chauffeurs? 2200. Ja, dat is niet actief. Ja. En wij begonnen met 10 chauffeurs, denk ik. Ja. Dus dat was... Ja. En dat waren eigenlijk voornamelijk snorters geweest. Want die kenden de regelgeving redelijk. En die kenden ook die wisten ook de weg. En snorder was iemand die illegaal als taxichauffeur fungeerde. Meestal in de piektijden, 's avonds in het weekend. Zaterdag en vrijdagavond bijvoorbeeld. Want dan brak natuurlijk het tekort aan chauffeurs zich enorm op. Dan was dat tekort en dan stond je zomaar op het Leidseplein 3 uur te wachten op een taxi. En dan waren ze niet ingeroosterd? Nou ja, ze konden het niet aan. Zaterdagavond was de drukste dag van de week. Het aantal chauffeurs, het aantal taxivergunningen werd kunstmatig laag gehouden. Om te zorgen dat die prijzen gerechtvaardigd hoog bleven. Dus je kwam niet zomaar aan een vergunning. Dat was een gesloten circuit. En dat was een levendige handel tussen de chauffeurs en nieuwkomers natuurlijk. En wat je kreeg is dat degene die de hoogste prijs betalen waren natuurlijk ook de jongste chauffeurs. Dat waren de nieuwkomers. Dus je kreeg ook al een intern... wrijving tussen jongere chauffeurs die zich bekocht voelden en oudere chauffeurs die bang waren dat hun pensioen naar de zeep ging. Dus er was eigenlijk weinig harmonie. Er was alleen maar verdeeldheid. Dus, en wij, ja, we stonden erbij, we keken ernaar. Wij hadden het gevoel dat de wet aan onze kant stond, maar dat was toen wij startten met Taxi Direct. Toen hadden we nog niet de zekerheid dat die taxiewet ook werd aangenomen in de Eerste Kamer. Die zou later worden behandeld. En uiteindelijk, na veel debat, is met 1 stemverschil in de Eerste Kamer die wet net aangenomen. Dus er was nog kantje boord ook en er was helemaal niks, of er was niets veranderd. Dus met die onzekere achtergrond gingen wij van start. Ja. En natuurlijk druk op de wet. Want wij hadden het gelijk aan onze zijde, vonden wij. Dus we dachten, we hebben steun van de gemeente en van de politie. Ja, dat bleek toch wel anders uit te pakken dan we hadden gehoopt.
en verwacht. Dus, Nog even terug naar dat bestuur. Want als we het over de taxioorlog hebben, dan is het natuurlijk marktoorlog. Maar het was ook intern in die TCA-oorlog. Ja. Nou, en dan gaat het vooral om die directie. En twee bestuursleden. En twee bestuursleden. Nou, ik kwam daar in het bestuur terecht. En wat mij steeds meer ging opvallen, dat echt bijna alles wat je daar aanraakte of aantrof, daar was wel iets mee. Dat was of tegen de wet. Of nou ja, er ging niets normaal daar, helemaal niets. En daar ging ik me steeds meer aan ergeren en ook tegen verzetten. Om maar eens iets te noemen. We hadden toen VOF-constructies. Nou ja, dat is een VOF, vennootschap onder firma. Het nadeel daarvan is dat je met een persoon of personen die je dat aangaat, 100% verantwoordelijk bent financieel. Nou, wat deed de TCA? Die legde op de balie neer een verklaring waarin stond van wij beperken dat tot 5.000. En dat werd zo aan die chauffeurs, die begrepen dat niet, die kenden de wet niet. Werd dat voor zoete koek werd dat aangenomen door die chauffeurs. Gewoon onzin. Zo'n rechter die zegt, wat is dat, hebben jullie dat getekend? Nou, leuk, hop, we gaan even de wet pakken. Nou, dat soort dingen, maar ik kan het tientallen dingen opnoemen die gewoon heel raar gingen. Ik wilde op een gegeven moment een eenmanszaak. Ik zeg, ik ga een eenmanszaak. Nou, dat kan niet. En een gedonder in het bestuur, dat kan helemaal niet. Want we hebben allemaal VOF en dat hoort ook zo en dat moet zo. Ik zeg, nou, je kan op je kop gaan staan. Maar ik ga het gewoon doen. En die grijping die zegt tegen mij, nou, je krijgt de grootste ellende, de grootste problemen. En ik had het geregeld. En ik kom maandagochtend om 10 uur binnenlopen. Ik zeg, nou, het is 10 uur, Dick. Hoe laat gaan de problemen beginnen? Zeg het maar. Nou, weet je wel, nou, zo gingen die dingen daar. Waanzinnig. Maar de problemen begonnen ook wel echt, toch? Dus het best moeilijk. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk hebben ze me zelfs broodeloos gesteld. En er is ook op een gegeven moment een aanslag op mij is er gekomen. Waar ik met 100% geluk onderuit ben gekomen. En gelukkig werd die meneer Mierenmeer daarna, 2 weken daarna, doodgeschoten in Thailand. Toen was ik daar vanaf. Ja. Zo erg, zo grof ging het. Ja. Dus want was dat nou toeval? Want inderdaad, er is in het boek zat ik ook heel erg op zoek naar dat verband met de onderwereld. Mierenmeer die zou gezegd hebben dat hij de TCA in zijn zak heeft. En was het, zeg maar, is het nou toeval dat dat een taxibedrijf was? Of was dat, had het elk willekeurig bedrijf kunnen zijn wat ze gebruikten om dingen te witwassen? Ja, vraag aan mij, hè, geloof ik. Nou, kijk, een taxi-onderneming, hè, dus, waar eigenlijk sowieso alles wat met transport te maken heeft, dat is natuurlijk een makkelijke manier om geld wit te wassen. Sowieso, zeker in de tijd, hè, 25 jaar geleden, dat eigenlijk alles nog met cash werd afgerekend. Dus daar valt genoeg te sjoemelen, zou ik maar zeggen. Hè, je kan ook je wagenpark bijvoorbeeld, als je weer dingen aankoopt en verkoopt, daar valt ook wel wat te doen. Dus op zich is die transportwereld, en zeker de taxiwereld, best een interessante branche, zou ik maar zeggen, waar ook de georganiseerde misdaad zich misschien wel prettig voelt. Er kan in een kofferbak ook nog wel wat anders vervoerd worden. Dus er gebeuren best wel dingen, ook op dit moment. Er is 2 jaar geleden, 3 jaar geleden Bureau Baker geweest, die een onderzoek heeft gedaan, die daar ook over bericht. Dus je ziet dat ook nog steeds, we zullen het daar ook nog wel over hebben, maar dat nog steeds wel aan de hand is op sommige plekken. Niet overal, maar wel op sommige plekken. Ik wil nog even, voor we naar het volgende panel gaan, terug naar die vraag, dat openstellen van die markt. Is dat nou een goed idee geweest? Ja, dat vind ik wel. En zeker het gelijktrekken, hè, zoals die man uit Utrecht al zei, van ja, de hele wereld was anders dan Amsterdam. Ja, inderdaad. En natuurlijk moet je een normale economische verhouding krijgen. Hè. Het was niet normaal waar wij in zaten, echt niet. Het was echt een soort totalitair bewind. En anders was het niet. En dat is gewoon niet goed. Ja. Dus ik was het er wel mee eens dat het open ging. En ik vond ook dat de TCA
voorbereidingen had moeten treffen om die nieuwe situatie beter aan te kunnen. Nou, en eerlijk gezegd zijn ze nog steeds niet zo ver na die 25 jaar bijna om de koers om te leggen. Nog steeds niet. Ik heb het wel gedaan. Ik ben meteen op een andere manier gaan werken. En, nou ja, goed. Want hoe werkt u nu? Ik werk voor bedrijven en ik bind mijn klanten door niet op prijs te concurreren, maar gewoon op kwaliteit. Dat is de enige manier waarop je van Uber kan winnen. Want van Uber ga je het niet winnen. Die hebben zoveel bergen geld, gaat je niet lukken. Nee. Je kan alleen maar concurreren op kwaliteit. Mensen aan je binden, klanten. En dat heb ik ook gedaan. En dat gaat prima. Sander, ik wil namelijk nog even... het idee was natuurlijk van dat de kwaliteit van de taxis omhoog ging. En ja. Dat de prijzen omlaag gaan. Ja. Is dat gebeurd? Is die belofte uitgekomen? Nou, kijk, er zijn vooral heel veel taxis bijgekomen. Dus dat is wel gelukt. Hè? Dus er zijn er zelfs veel te veel, zou ik willen zeggen. De kwaliteit is heel wisselend. Kijk, je weet eigenlijk niet bij wie je in de taxi stapt. Dat is eigenlijk het grote probleem. Er is eigenlijk helemaal, het is toch eigenlijk een soort wildwest. Je weet niet bij wat je aantreft. En soms heb je hele goede chauffeurs en word je keurig thuisgebracht en betaal je een redelijke prijs. En soms is het verschrikkelijk en betaal je veel te veel of is de kwaliteit heel laag. Het is echt een weerwar. Maar het grote probleem is met name, vind ik, dat er veel te veel concurrentie is eigenlijk nu. Dus het is in die zin echt doorgeschoten. Zometeen komt de wethouder van Verkeer en Vervoer van Amsterdam. De voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer. Zijn er vragen die jullie aan hen hebben? Nou, ik zou wel willen pleiten ervoor dat vooral de gemeente Amsterdam, maar ook het Rijk, nu eindelijk eens toegeven dat ze de zaak totaal verkeerd hebben aangepakt destijds. Namelijk door mensen gewoon te behandelen alsof ze er niet waren. Geen enkele compensatie, helemaal niets. En ja, zo kan je gewoon met burgers niet omgaan, vind ik. Ik vind het een schande. En ik zou het wel prettig vinden als dat nou eindelijk eens toegegeven wordt, dat het zo gegaan is. En dan wil ik graag mijn volgende panel naar voren roepen. We hebben Melanie van der Horst is wethouder in het huidige college van Amsterdam, waar zij namens D66 wethouder voor verkeer en vervoer is. En dat is best een taai dossier. Want Amsterdam wil toe naar een autoluwe stad en soms geeft dat wat frictie. Heel erg fijn dat u er bent, dank u wel. Dan heb ik hier direct naast mij Berto Eckhart, voorzitter van KNV Zorgvervoer en Taxi. Wat dan weer onderdeel is van Koninklijk Nederlands Vervoer, de ondernemingsorganisatie voor het beroepspersonenverkeer in Nederland. En KNV beheert ook de kwaliteitskeurmerken binnen het personenvervoer. Hartelijk welkom. U bent namens de taxis. Namens de taximarkt zelf, ja. Precies. Ook, ja, ondernemers dus. Yes. Ja. En dan hebben we Paul Vught, misdaadverslaggever bij het Parool. En net als Sander was hij een jonge journalist toen de taxioorlog speelde. Hij zit dan ook in de podcast en in het boek. En inmiddels is hij vooral gespecialiseerd in de Amsterdamse onderwereld. Welkom. Dus veel betekende dat je toen misdaadjournalist kon zijn en over de taxiwereld kon schrijven. Dat was toen wel meer dan nu. Gelukkig. Gelukkig. Ik wil niet meteen ruzie met iedereen hier. Nee, dat is heel fijn. Ja, want voor wie is het een probleem dat het die verschillende markten Voor heel veel markten partijen zijn? Eigenlijk. Dus zowel voor gewoon de mensen die een ritje gewoon een taxi willen nemen. De reizigers. Waarom is het voor hen een Omdat we daardoor minder controle hebben over of je rit wordt geaccepteerd, wat de prijs is. Gewoon minder transparantie, veiligheid. Gewoon allerlei aspecten zou je kunnen verbeteren voor de reiziger. Maar het is ook voor de goede taxichauffeurs. Die zitten gefrustreerd bij mij aan tafel. We zitten ons best te doen. Vervolgens negatief daglicht ons beroep. En we zien gewoon dat de anderen meer verdienen, omdat ze zich niet aan de regels hoeven te houden, omdat ze niet gehandhaafd worden. En ondertussen worden wij wel gehandhaafd op al die kleine regels, die ze natuurlijk dan ook vanuit de gemeente soms heel irritant vinden. Dat snap ik.
We blijven het helaas wel doen. Maar daar ben ik wel in goed gesprek wel over. Hè? Ook over de kleine dingen. Want ze zijn ook gefrustreerd over die taxistandplaatsen verdwijnen. Nou, hè, dat proberen we in goed overleg weer de juiste taxistandplaatsen toe te voegen. Dat is ook heel belangrijk, denk ik, dat er gebeurt. Want ik denk dat dat in goed overleg gaat. En ik denk ook dat je moet kijken, nou, hoe ga je nou in de stad om met taxis? We zijn bezig met een netwerkkaart voor taxis. Om ook gewoon eens na te denken over... Ja, weet je wel, als we taxis belangrijk vinden in deze stad, dan moeten we eigenlijk veel beter zicht hebben op wat de logische routes zijn, zodat we ze ook, nou ja, in die zin gewoon in goed gesprek kunnen faciliteren. Maar we willen de rest van die markt ook graag gewoon meer kunnen reguleren. Niet zoals het vroeger was, maar wel gewoon misschien meer op kwaliteit, transparantie van prijs en misschien ook wel op aantal. Ja. Kijk, de taxioorlog is natuurlijk een hele mooie titel voor een podcast die het gewoon geweldig gedaan heeft. Ik heb hem zelf geluisterd en complimenten ervoor, dus wat dat betreft. Maar je moet stoppen met dat woord te gebruiken. Je moet, dat woord oorlog moet er gewoon af. En je hebt een taximarkt die gewoon gezond en volwassen moet zijn. En die zich moet ontwikkelen in de goede richting feitelijk ook. En daar moet je het over hebben. En dat is een gemeenschappelijke agenda die je moet bepalen. Paul, we horen heel veel van er moet meer regulatie en meer controle. Waar moet er precies op gecontroleerd worden? Wat zijn er zo al dingen die misgaan? Nou ja, je hebt twee dingen. Ik zit hier natuurlijk ook als misdaadverslaggever. Je hebt natuurlijk de taxiregels. En je hebt het enorme potentiële grijze gebied of zwarte gebied binnen de taxibranche. Waar heel weinig controle op is. En we hebben, Sander noemde het straks al eventjes. In 2021 heeft bureau Beken, onderzoeksbureau, criminologie. Groot onderzoek gedaan voor het eerst eigenlijk naar criminele en malafide inmenging in de taxibranche. En ik heb het hier keurig voor me liggen. Ruim 53% van de 4801 zelfstandige chauffeurs in Amsterdam was de afgelopen 3 jaar verdachte, dan wel betrokkenen, in een strafzaak. 53%. In de meeste gevallen ging het om verkeersmisdrijven, daarna om geweldszaken. Daarnaast zit overigens nog een zedenzakencomponent, maar daar hoeven we het vandaag hier verder niet over te hebben. Dat is best wel ook wel heftig. De onderzoekers slaan alarm, schreef ik toen. Het is code rood voor de Amsterdamse taxibranche, schrijven ze in een rapport. De branche is in toenemende mate gecriminaliseerd. Nu is de leider van het onderzoek, Henk Verwerda, helaas vanavond verhinderd. U krijgt allemaal de hartelijke groeten. Ik ben gisteren bij hem op bezoek geweest en heb hem uitgebreid gesproken. En hij maakt zich wel zorgen dat met dat rapport, dat heel alarmistisch was, eigenlijk in zijn visie heel weinig is gebeurd. En dan heb je het op een andere manier van controle ook, want je hebt natuurlijk de verkeers- en taximarktcontrole, maar je hebt ook openbare orde en veiligheid, je hebt politie. En hij heeft sterk het idee, en dat idee deelt hij met, laat ik zeggen, de supercriminoloog Cyril Feinhout, een emeritus hoogleraar criminologie, een eminence gris, zeg maar. Die zegt, je hebt als onderwereld heb je een paar pijlers nodig. En één belangrijke pijler is vervoer en de macht om vervoer af te schermen. Dat kan zijn detailhandel in drugs via taxis. Dat kan zijn blokken, dus grotere hoeveelheden, kilo's of meer vervoeren in taxis. Dat kan zijn wapens vervoeren. Dat kan zijn mensen die in de vrouwenhandel gedwongen prostitutie zitten vervoeren. En daar is heel erg weinig zicht op. En de criminologen, dat ben ik wel met ze eens, stellen vast dat in die onzichtbaarheid dat er echt iets manifest zou moeten gebeuren om daar iets tegen te doen. En dat zien zij niet gebeuren. Want wat is nou precies de moeilijkheid van te veel taxis? Behalve dat ze zelf, denk ik, te weinig werk hebben als het er te veel zijn. Ja, dat is één. Ja, en daardoor bepaald krijg je ander gedrag, rijgedrag. Ze kunnen ook nergens staan dan. Hè? Dus de druk op de standplaatsen is heel groot. Het gedrag is groot. Ze gaan ergens achteraan aan elkaar rijden. Dus in de stad wordt het daar ook veel te druk. Er komt veel overlast. Heel roekeloos omdraaien, steeds lusjes maken en ja. Zo. En Java sokken rijden. Ja, dus het maakt de stad gewoon niet veiliger en de overlast groter. En dat is wel waar bewoners op dit moment ook wel heel veel last van hebben. Dus willen we ook dingen beter voor bewoners. Maar het is een beetje een balans. Dus enerzijds willen we dat de taxichauffeur gewoon een goede boterham kan verdienen. Dat degene die in de taxi zit gewoon goed bediend wordt en een fijne rit heeft. Maar dat ook de bewoners niet te veel overlast hebben. Nou, die drie ene, dat is gewoon een beetje balanceren. Hoe doe je dat goed? En daar hebben we gewoon iets meer regulering voor nodig. Ja.
En dus dat is ook wat we aan het Rijk hebben gevraagd. Zorg voor gelijk speelveld. En met gelijk speelveld bedoelt u dat die standplaats... opstapmarkt en de Uber bestel... en de Bolt en de TCA en de andere TTO's... dat dat gewoon meer gelijkgesteld wordt. Dat we daarvoor gelijke regels, gelijk speelveld kunnen krijgen. Ja. Dat wij in grote steden iets meer ruimte krijgen... om bijvoorbeeld ook wat meer te sturen... op die hoeveelheden en op mogelijk wat extra aanvullende eisen. En dat soort dingen. Op handhaving, goede afspraken daarover maken. Aan dat soort dingen moet je dan denken. Ja. Dan wil ik alle aanwezigen op het podium en ook hier de voorgesprekers heel hartelijk bedanken. Ik wil de zaal heel graag bedanken. Heel graag tot een volgende keer in de balie. Hartelijk dank. APPLAUS